Yo, Nox Gamers, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe episode van Minecraft Hardcore Survival. In deze episode gaan we een aantal dingetjes doen. In de vorige episode vond ik deze mooie plek met dit mooie prachtige huisje. Wat is hier mooi, hè? Hij stond er al in de map, dus ik kon er gewoon zo intrekken. Dan moet ik even een furnace maken. Nou ja, dat ga ik dus ook nooit redden hiermee. Wauw, ja, ik heb dus veel meer stone nodig. Dus deze episode gaan we op zoek naar stone. Oh, daar hebben we stone. Ik hoef er niet eens naar op zoek. Geintje natuurlijk. We gaan in deze episode proberen te farmen. Nou ja, proberen te farmen. Ik bedoel, een beetje een farm op te zetten. Zorgen dat ik een stone hole maak. Een ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Nee, dat ik een stone hole maak en dat ik met die hole, zeg maar, wat ga farmen. Want ik bedoel, ik heb genoeg vlees. Ik heb bijna 20 vlees en er zijn hier nog genoeg beesten in de buurt. Maar ik bedoel, als ik vegetarisch wil zijn, ik bedoel, van al het vlees word je zo dik. En ik moet je eerlijk zeggen, ik hou wel af en toe van een broodje op zijn tijd. Moeten we toch echt gaan farmen? Dus dat gaan we ook doen deze episode. Maar eerst wat stone nodig. Nou, ik heb nu wel genoeg. Een halve stack. 30 cobblestone. Daar kan ik voorlopig wel mee voort. Ik heb ook nog wat hout nodig trouwens. En dan denk ik dat ik de volgende episode dat ik mijn huisje ga uitbreien. En dat dus. Dan ga ik mijn huisje uitbreien. Breiden. Wauw. Zo, die daar. Dan gooi je wat kool erin en wat vlees. En dan hebben we in ieder geval iets te eten zometeen. Dan heb ik nog een stone zwaard nodig. Eerst moet ik sticks maken natuurlijk. Wauw, vervelend zeg als je niet in creative kan. Kan helemaal niet in hardcore mode. Er is geen mogelijkheid om creative aan te zetten. Dat zou vast wel een trucje zijn, maar ik bedoel... Niet dat ik weet. Ik ben een Minecraft noob. Maar dat ga ik ook niet doen natuurlijk. Het is hardcore survival. Even wat wood verzamelen dan. Nou, daar is genoeg te vinden. Dan kunnen we een butcher. Wood is goed. Dat ruimt. En dan klopt het ook. Oh, wat een mooie schaap heb ik. Ik denk dat ik een schapenfarm ga maken. Misschien iets voor de volgende episode. Of die episode daarna. Of eigenlijk geen idee. Maar ooit op een dag. Ik ben nog steeds benieuwd naar jullie reactie. Wat willen jullie? Willen jullie dat ik in een swampgebied ga zitten? Willen jullie dat ik op een berg ga zitten? Ik laat het over aan jullie. Ik laat jullie bepalen in de comments. In de reacties. Kun je vertellen waar je mij het liefst wilt hebben? Zeg maar. En als je me nergens wil hebben, dan... Druk je de video toch lekker weg? Nee, grapje. Druk de video niet weg. Je bent lief. We vinden je lief. Zo. Ik wil niet dat hier vliegende bomen te vinden zijn. Genoeg sugarcane trouwens hier. Het is de sugarcane hemel. En ik kan me ook in die andere update herinneren. Nou, andere update. In een oudere versie van Minecraft... dat er niet zoveel sugarcane te vinden waren. In ieder geval niet dicht bij elkaar. Er zaten wat meer verspreid over de map, volgens mij. Maar dat is met alles. Ik speel volgens mij Minecraft sinds beta 1. Nee, niet beta 1, maar in ieder geval helemaal vanaf het begin. Een van de eerste versies van Minecraft. Dus er is heel veel veranderd in de tussentijd. Even kijken, de zon nu is ongeveer op z'n helft. Ja... Oppassen voor die octopus. Die vertrouw ik niet. Hoe zou ik hem noemen? Octo de Octo? Of, hoe zou ik hem noemen? Een goede naam voor de octopus. Jongens, kom maar door in de comments. Even kijken. Volgens mij is mijn eten klaar. Kijk eens. Pork chops. Even wat eten, want ik ben half dood. Hehe, dat lucht op. Hopen dat ik snel wat vegetarisch voedsel heb. Want ik hou niet van vlees. In het echt wel, hè.
maar in Minecraft niet. Of in Minecraft ook. Eigenlijk maakt het geen fuck uit. Eigenlijk is de brood en wat ik farm is een beetje als backup. Cobblestone. Heb ik sowieso een ho, 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 ho nodig. En een sword. Wat heb ik al? Ik heb al een stone sword. Die heb ik helemaal niet nodig. Dan ga ik even een goed plekje zoeken waar ik mijn farm kan beginnen. Hier ergens. Hier. Dit vind ik een mooi plekje. Misschien had ik ook even een shovel moeten maken. Ik weet het mensen, ik weet het. Ik doe het lekker op mijn eigen manier. Fuck jullie. Grapje. Nou, zo moet het wel genoeg zijn. Voorlopig. Voorlopig. Wat een raar woord. Nou, dit vind ik wel mooi om mee te beginnen. Sugar canes. Oh. Sugar canes kan ik daar niet planten. Wauw. Wel hier. Wel hier. Ik laat ze groeien omdat ik wil dat er meer sugar canes uitkomen. En dat ik dan uiteindelijk een hele grote map kan maken. Zodat ik een beetje weet waar ik ben. Want zoals ik zei, het is hardcore survival. Dat betekent dat ik geen gebruik mag maken van een mod. Ik mag geen gebruik maken van van bijvoorbeeld mods als... Hoe heet dat nou ook alweer? Fuck. Wat zei ik nou? Huh? Wat zei ik nou? Ik weet het niet meer. Laat maar zitten. Het had wel nut. Waarschijnlijk. Hier. Zo. En jij kan trouwens in de reacties laten weten wat je wil dat ik ga bouwen. Wat je wil dat ik ga doen met deze serie. Het is allemaal aan jou. Zoals ik zei, ik laat het volledig aan jou over. Het enige wat ik doe is de uitdaging aangaan met jullie eigenlijk. Ah, mushrooms. Ik ga trippen vanavond, jongen. Ik ga trippen. Je weet toch. Wat wil ik maken? Ik heb genoeg doortjes. Ik snap mezelf ook niet. Waarom gooi ik het nou op de grond? Nou, laat maar. Don't even ask why. Even een beetje lichter maken de boel hier. Zodat we in ieder geval geen mob spawns hebben, want dat willen we niet. Straks zit het hier vol met van die beesten. En het zit al vol met beesten, maar dat zijn schapen. En schapen zijn lief. Want schapen zijn zacht. En geven wol. En wol is cool. Heb ik geen kool? Volgens mij heb ik geen kool meer, joh. Volgens mij heb ik geen kolio meer. Kolio? Nee, ik heb geen kolio meer. Shitje, mijn kreetje. En ik heb ook nog steeds geen stone pickaxe. Dus die moet ik dan ook maar even maken. Want zonder stone pickaxe ga ik werk doen voor niks natuurlijk. Het duurt allemaal veel langer. Even kijken. Op zoek naar stone. Grapje. Stone zit tegenover me. Daar is de stone. Hier is de stone. Ik hoop dat ik wel meer koliol heb. Als dit het enige is, dan is het, wordt het een trieste bedoeling. Oh, kijk. Dus hieronder zitten ook allemaal. Niet stressen. Zo. Ja, dat is volgens mij het enige wat hier ligt. Dus dan ga ik even wat meer torches maken. De boel een beetje verlichten. Ik weet niet hoe lang ik nog heb. Volgens mij gaat de zon bijna onder, dus ik moet snel zijn. Moet ik weer sticks maken. Wel lastig zo zonder creative. Ik moet je eerlijk bekennen dat ik ik denk al bijna een jaar lang niet gesurvivald heb in Minecraft. Ik denk dat ik echt alleen maar in creative heb gezeten. En eigenlijk helemaal niet superveel Minecraft heb gespeeld. Dus, sorry daarvoor. Maar vanaf nu elke dag. Vanaf nu ga ik elke dag een video uploaden. Dus
Dat moet ik wel. Uploaden trouwens. Niet uploaden. Combinatie van op en uploaden. En voor de boel verlicht hier. Want zonder licht is het zo donker. De zon gaat onder. Even de boel een beetje verlichten. Nou, tot zover deze episode van Minecraft Hardcore Survival. Morgen weer een nieuwe aflevering. Ik hoop dat je er weer bij bent. En like, deel hem en comment vooral. Doei doei. Bye bye. Later.